Hallo, bent u Jelme? Nee, ik ben een vriendin van. Van Jelme? Ja. Nou, wij hebben een kerstpakket voor Jelme. Oké, zou ik het voor jou nemen? Ja, dat, alsjeblieft. Leerlingen van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid van ROC Friese Poort in Leeuwarden deelden vandaag kerstpakketten uit in Heegterp Schieringen. De dozen met allerlei lekkernijen voor de feestdagen werden uitgedeeld in de wijk op initiatief van de school. Die wil graag meer in contact komen met omwonenden van het ROC. Nou, als school zitten we hier nu sinds 4 jaar en met kerst verbinden we ons altijd aan de mensen om ons heen. En wij vinden het als school ook heel belangrijk om ons te verbinden aan de wijk. En ook aan de mensen achter de deur, ook vanuit het beroep waarvoor onze studenten worden opgeleid. Maak goed contact, kijk om naar de ander. Nou, dat vinden wij gewoon een hele goede gedachte om mee te geven. De afgelopen dagen waren de scholieren al druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn boodschappen gedoneerd door klanten van verschillende winkels en die zijn nu allemaal in pakketten verpakt. En met een kaartje erbij en iets voor kinderen, iets voor volwassenen, voor ieder wat, gaan we dat nu straks langsbrengen bij de deuren. De docent hoopt vooral de volgende boodschap mee te geven aan de leerlingen. Kijk om naar elkaar, doe iets extra's voor elkaar. Eigenlijk niet alleen in december, maar het hele jaar door. Maar in december is die gedachte altijd wel extra, iets extra's om aandacht aan te geven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een kerstpakket voor u. Hartstikke fijn. Alsjeblieft. Hey, dankjewel. En dan wens ik u fijne feestdagen. Hartstikke bedankt. Oké. Doei doei.